Het is heel belangrijk bij dit soort projecten dat je er goed over nadenkt wat is nou echt nodig. Nou, je hebt een projectleider nodig, je hebt iemand die naar de buitenwereld kijkt, dus die met allerlei instanties praat. Die dingen moeten ook niet door elkaar lopen. Maar het belangrijkste van alles is wel dat je ergens op de werkvloer deelprojectleiders neerzet. Dat moet de draaischijf voor het geheel zijn. Die moeten de leerkrachten begeleiden die het gaan doen. Maar die moeten ook de school verder gaan begeleiden, want de rest van het personeel en ouders en leerlingen moeten ook meegenomen worden.